Ja, we gaan weer Newlywed spelen. En dit keer heb ik bij me Daan en Roos. Nou, ik ben heel blij dat jullie er zijn, want jullie zijn op dit moment op huwelijksreis, toch? Met z'n tweeën. Ja. Jullie trekken door heel Nederland. En jullie zijn echt verliefd, hè? Ja. Ja. En jullie zijn bij elkaar in de klas ook nog? Ja. Ja. En hoe lang zijn jullie... Nee, trouwens, dat moet ik niet vragen. Dat ga ik nu vragen namelijk, met een koptelefoon op. Deze geef ik aan jou. Die mag je straks op je hoofd doen, nog even niet. En dan ga ik aan Roos ga ik 5 vragen stellen. En ik hoop dat jij daarna, als je je koptelefoon afdoet, dezelfde antwoorden geeft. Want als dat zo is, wil je die pop met snoep. Dus je hoeft er maar 3 goed te hebben van de 5. Dus dat moet lukken. Jullie kennen elkaar hartstikke goed, ja, toch? Nou, doe maar op je hoofd. Kun je me horen? Ja, hoor. Nee. Oh, je veter is los. Ja, helemaal goed. Oké, okay, check. Oké, okay, Roos, ben je er klaar voor? Ja. Eerste vraag, hoe lang hebben jullie al verkering? 2,5 jaar. Zo, dat was... Ik zie jullie ook een beetje schrikken. Is dat... jullie zijn de ouders? Ja. En 2,5 jaar, dat wisten jullie ook niet? Nee, wisten we niet. Nee? Dus bij dat feest vorige week waren jullie niet uitgenodigd? Oké. Okay. Maar ze zijn echt verliefd, hè? Ja, ze zijn echt verliefd, ja. En jullie ook nog steeds? Ik ben hartstikke verliefd. Oh, heel goed. Dat is een goede antwoord. Ja, dat is even schrikken natuurlijk. Even, ja. Dan heb ik de volgende vraag. Wat is Daans lievelingskleur? Geel. Geel? Waarom geel? Nou, dat vindt hij ook gewoon een hele mooie kleur. Hey, dat is vaak de reden om iets een lievelingskleur te geven natuurlijk. Geel. Als jullie samen spelen, hè, wat speel je dan het liefst? Wat vind je het leukst om te doen? Gewoon rennen over het schoolplein. Rennen over het schoolplein. Gewoon vanaf eigenlijk dat het pauze is totdat het de bel weer gaat? Nee. Toch niet? Nee, we zingen ook gewoon liedjes van kinderen. Ah, kijk, dan wordt het voor kinderen voor kinderen. En wat voor liedjes dan bijvoorbeeld? Vakantie en op een onbewoond eiland. Op een onbewoond eiland, dat is wel heel leuk. Waar ben jij bang voor? Slangen. Slangen? Slangen en spinnen. Heb je wel eens een slang gezien in de weg? Ja, op school. Bij reptielenles. Bij reptielenles? Heb ik hem zelfs geaaid. En reptielenles, dat is... dat heb ik op een gegeven moment laten vallen. Dat, wat is dat precies? Dat gaat alleen maar over reptielen? Nou, dan gaan ze allemaal dieren laten zien en die mag je dan aaien of zo. Van hier, rip je een leeuw, aai maar even. Nee. Niet? Nee. Het zijn wel dieren die je mee kunt nemen. Ja, zoals kameleonen en kamelen. Slangen. Ja, ja. En wanneer is de laatste keer dat je een kameel hebt geaaid dan? Kameleon. Oh, kameleon. Oh, ja, ja. Maar die mag je niet aaien. Die mag je niet aaien, want dan verandert die natuurlijk in de kleur van je hand. Ik weet precies hoe het zit. Dus je bent eigenlijk bang voor spinnen en slangen. Een beetje, ja. Een beetje. En hebben jullie ook koosnaapjes voor elkaar? Dan zit jij wel eens zeggen, hé, hey, Daantje, Penaantje, of dat hij zegt, hey, Roosie, Poosie, of zoiets. Is dat, hebben jullie zo'n van die woordjes? Hij noemt me soms Bloempje. Oh, maar dat is super lief. Bloempje. En hoe noem jij hem dan? Een banaantje. Banaantje, ja, zie je. Nou. Bloempje, Banaantje. Nou, je mag hem afdoen bij hem, hoor. Doe maar af, de koptelefoon. Daan, ik ga je nu deze vragen ook stellen. En dan moet je alleen maar eigenlijk denken, wat denk je dat Roos heeft gezegd? Ja. Dus daar komt hij. Hoe lang hebben jullie al verkering? 2,5 jaar. Helemaal goed. Wat is jouw lievelingskleur? Geel. Nou ja. Als jullie samen spelen, wat doen jullie dan het liefst? Tikkertje. En wat nog meer? Wordt er ook wel eens... Ja. Wat zei je? Sorry, ik kan niet horen. Ja. Wat wordt er gedaan dan? Zingen. Zingen? Wat voor liedjes bijvoorbeeld? Kinderen voor Kinderen. Ja! Kinderen voor Kinderen! Jeetje. En waar is Roos bang voor? Als je ze mogen gokken, je denkt, goh, als ik nu bijvoorbeeld een slang in haar bed gooi, zou ze dan bang zijn, denk je? Ja. Dus jij zegt eigenlijk, als ik zo vrij mag interpreteren, dat ze een beetje bang is voor slangen. Ja. Ja, dat klopt, dat is helemaal goed. Ongelooflijk, zeg. En ik vroeg iets en ik dacht, die zegt vast, nee, dat doen we allemaal niet. Maar, hebben jullie koosnaampjes voor elkaar? Hoe noem jij Roos wel eens en hoe noemt Roos jou wel eens? Ik noem haar Roosie, maar... Hoe noem je haar? Roosie, maar... En wat ook nog wel eens, in plaats van Roosie? Bloempje. Wat zei je? Bloempje. Ja! Nou... Hartstikke goed. En hoe noemt zij jou wel eens? Daantje. Banaantje. Ja!
Nou, jullie kennen elkaar echt heel erg goed, hoor. Ik vind het echt heel erg knap. Dus jullie winnen deze. Niet de tillepot. Alsjeblieft, hou hem vast met z'n tweeën.